Van harte welkom luisteraars bij deze aflevering van de CHIO podcast. Het is vandaag de laatste dag van het CHIO, maar niet getreurd. We hebben een aantal hele leuke gasten in de podcast vandaag. We beginnen met Josephine van de Raad van Kinderen. Zij kwam met een schitterend plan om geld op te halen voor het goede doel. Maar wat is de Raad van Kinderen eigenlijk? Josephine legt het uit. Wij zijn sinds vorig jaar zijn wij hier om te kijken wat wij voor de toekomst kunnen doen. Denk aan duurzaamheid, wat voor kinderen ook leuk is en wat er al goed is. Met hoeveel kinderen zitten jullie in die raad? Wij zitten met z'n tienen. We hebben verschillende leeftijdscategorieën. De jongsten zijn volgens mij 9, dacht ik. En de oudsten die zitten rond de 16, 17 jaar. Ik heb vernomen dat er een heel mooi initiatief uit die Raad van Kinderen is gekomen. Kan je mij daar iets meer over vertellen? Wij hebben met de Raad van Kinderen hebben wij een tweedehands stand bedacht voor Werk als een Paard. Werk als een Paard doet projecten met kinderen in aandachtswijken in Rotterdam. Denk aan, ze gaan een dagje naar de manege of ze gaan een keer bij een bedrijf kijken om te weten, zien hoe het werkt. Toen hadden we deze stand bedacht omdat we iets wilden doen voor duurzaamheid, daarom ook tweedehands kleding en iets voor een goed doel. En ook nog eens iets betaalbaar is, omdat het is best wel hele dure dingen hier en we wilden iets doen wat voor iedereen bereikbaar is. Loopt het een beetje? Het loopt heel goed. Dus we hebben het echt heel druk. We hebben ook twee dekens gekregen van Edward Gal en van Emily Scholtens. Daar kan op worden geboden. Die van Edward Gal staat momenteel op €500. En die van Emily Scholtens gaan we proberen ook nog wat omhoog te krijgen. En voor de rest, ja, tussendoor in de pauzes, dan is er van een vlaag van mensen die bijna in de rij staan. Dus we zijn heel blij met hoe het loopt. Een aantal uur later werd bekendgemaakt hoeveel geld het initiatief heeft opgeleverd. We werken als een paard, hè? Is dit het bedrag wat we hebben opgehaald tot nu toe? En dat is, je mag het vasthouden, €5000. En ik mag inmiddels al zeggen dat we over de €5500 heen zijn. Ja, dus een heel groot applaus allemaal. Ja. Ben je trots? Heel trots. Ik ben echt heel blij ermee. Ik had het ook niet verwacht. Dus ik ben echt heel blij. Meer dan je dacht? Meer dan ik dacht, ja. Zeker. Ik had aan het begin van de week hoopte ik tussen 1000 en 2000 euro. En dit is echt geweldig. Willen jullie het volgend jaar ook weer gaan doen? Zeker, zeker. We zijn van plan om het volgend jaar weer te gaan doen. Hindernissen, plantenpotten, tenten, noem maar op. Ze komen er niet zomaar te staan. Een team van bouwers doet er alles aan om het CHIO tot een prachtig evenement te maken. Maar hoe begint zo'n proces? Te beginnen in de voorbereiding met het aanvragen van vergunningen, het maken van tekeningen. Dit alles natuurlijk in overleg met de mensen van het MT en de organisatie van CHIO Rotterdam. De inkoop van alle faciliteiten, dan heb ik het over de tenten, het tapijt, het geluid, de ledboarding, de stallen, het meubilair, machines die we nodig hebben, de beveiliging, verkeersregelaars, ga zo maar door. Eigenlijk simpelweg gezegd, alles wat je ziet, behalve de ruiters en de paden, ja, daar zijn wij bij betrokken. Hoe lang doet u dat al? Op het CHIO is het vierde jaar. We zouden eigenlijk in 2020 de eerste editie mogen verzorgen. Maar ja goed, dan hebben we natuurlijk andere prioriteiten in Nederland en de rest van de wereld. Dus 2021 was de eerste editie die wij hebben mogen verzorgen. En hoeveel tijd gaat er in zoiets zitten? Bent u daar een heel jaar mee bezig? Ja, je bent er wel niet natuurlijk fulltime een heel jaar. Maar het is wel een heel jaar rond dat je met Rotterdam bezig bent. En naarmate de tijd vordert, wordt dat natuurlijk intensiever. En als u dan nu kijkt, als het helemaal is opgebouwd, glundert u daar ook van dat u denkt, nou, dit heb ik gemaakt? Ja, zeker glunderen we. Maar we zijn ook kritisch. Ik zie ook nog heel veel dingen waarvan ik zeg, dat moet anders, dat kan anders, dat kan mooier, beter. Maar ook efficiënter, hè? Want we moeten ook met z'n allen heel goed kijken in deze tijd naar de centjes. Hè? Alles moet wel betaald worden, dat is niet makkelijk. Alles is duur geworden, inkoop van faciliteiten. Dus we moeten ook kijken van wat kunnen we beter doen, efficiënter doen, dat we dat een beetje geld kunnen besparen daarvoor. Op het CHIO zijn ook veel trotse vaders van ruiters te vinden. Eén daarvan is Nelson Pessoa. Hij won in 1966 de Grand Prix in Rotterdam. Zijn zoon Rodrigo Pessoa rijdt dit jaar op het CHIO. Nelson Pessoa vertelt dat zijn zoon bij een van de beste ruiters van het moment hoort. He became one of the great riders in our days and as I always make you very pleased. Pessoa is zeker niet de enige trotse vader op het CHIO. Leon van den Bos is dat ook. Hij fokt zelf paarden voor zijn dochter. Doordat mijn dochter reed,
met een paard wat een blessure kreeg. En het was een goede afstammeling. En dan is het moeilijk om het paard een spuikje te geven. En je ziet maar, doordat hij een blessure had, ben ik gaan fokken. En hoe gaat zoiets in zijn werk? Hij moet naar een dekstation waar hengsten staan. En dan zoek je een hengst uit. Wat je denkt wat daarbij past. En dan ga je mee dekken. En dan na 11 maanden heb je een veulen. En u fokte die paarden alleen voor uw dochter? Ja, dat heb ik wel gedaan. Dat vond ik het leukste ervan. Ik vind ook het leukste van mijn hobby, want het is voor mij een hobby, dat ik paarden fokt en dat zij erop rijdt. Als iemand anders erop gaat rijden, er zijn ook een hoop mensen die dat doen, heb ik er geen lol van. Ik niet. En zo is het eigenlijk gekomen. Maar het is gewoon moeilijk als er een veulentje is en na 3 jaar, 4 jaar gaat ze erop rijden. En als hij dan goed is, eigenlijk moet ze hem dan verkopen. En dat is bij een hoop mensen niet zo lekker natuurlijk. Hè. Dat geeft een rotgevoel. En van die veulens die u dan heeft gefokt, is er eentje waarvan u nu nog denkt, wow, dat was zo bijzonder? Van die eerste merrie die ik had. Daar waren er veulens van, of die zijn paard geworden en die waren gemiddeld. En nou de laatste, Mary waar ik mee fokt, daar zijn wel paarden die in het buitenland lopen. Kleinkinderen en kinderen. Uw dochter rijdt ook met een door u gefokt paard nu op het CIO, toch? Hoe is dat als je dat ziet, dat je dochter op eigenlijk uw paard rijdt? Hoe voelt dat? Nou, de kippenvel. Dat is, dan moet je af en toe toch eens een traantje laten. Tenminste, ik wel. Dan word ik er wel emotioneel van. Het slotwoord is aan de al eerder genoemde Rodrigo Pessoa. Hij heeft het naar eigen zeggen naar zijn zin gehad op het CIO. It's always great to come here. It's always a great atmosphere. And we had great weather and great sport. So it's always a pleasure to come to Rotterdam. Nog een fijne avond en tot ziens.